Yo mensen, van harte welkom bij deze nieuwe mini-vlog. Ik heb echt zitten denken, liggen denken vannacht, moet ik deze video maken? Want het zal me misschien niet in dank afgenomen worden. Maar ik zit echt met verbazing te kijken naar wat er allemaal gebeurt, mensen. Iedereen is in complete paniek. Iedereen die roept om een lockdown. Bla 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 bla. Het klopt niet, mensen, dit verhaal. Ik bedoel, ik zal niet ontkennen dat er een virus rondwaart, een coronavirus. Dat ga ik niet ontkennen, dat is gewoon zo. En ik ga ook echt niet zeggen, mensen gaan allemaal naar buiten en gaan over elkaar heen niezen. Maar mensen, ik weet niet hoor, maar ik ben iemand die altijd heel erg nadenkt over dingen en dingen uitzoekt. Ik neem niet zomaar iets aan, weet je. En het klopt niet, dit verhaal. Er klopt iets niet aan. Ik zal even checken, ik heb het even uitgezocht. Gewoon even om over na te denken. Spanje, 46 miljoen mensen. 46 miljoen mensen. Er zijn nu 600 doden gevallen door dat virus. 600 met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar of zo. Denk daar even over na. En er wordt een heel land op slot gegooid. Als je daar het lef hebt om naar buiten te gaan, dan word je volgens mij opgepakt door de politie bijna. Idem dito voor Frankrijk. 175 doden op een bevolking van 67 miljoen mensen. Sorry mensen, maar ben ik nou de enige die hier over nadenkt? Ik zie iedereen op Facebook in paniek zijn en binnen zitten. En ik was gisteren in de stad, er is niemand op straat bijna. Nou, ik snap dit niet mensen, echt. En nogmaals, even denken hoor. Ik knip niet in deze video trouwens hoor, dus sorry dat ik even zit te aarzelen. Maar er klopt iets niet aan dit verhaal, mensen. Er klopt iets niet gewoon. Het klopt niet. Ik weet het 100% zeker dat er iets niet klopt, mensen. Er is iets anders aan de hand. Ik weet niet wat, maar met alle respect, mensen. Ik doe niet aan die gekte mee. Absoluut niet gewoon. En ik moet ook gewoon werken trouwens straks. En dat is even leuk om te zeggen trouwens. Want je ziet, de zorg krijgt applaus. Het personeel van de Action krijgt applaus. Omdat ze achter de kassa durven te zitten. En allemaal leuk en aardig mensen, maar ik wil ook applaus. Weet je waarom? Ik werk bij Blokker 4 dagen in de week. En nu ineens 5 even, omdat de bestellingen zijn geëxplodeerd gewoon. Want ja, het gros van Nederland zit thuis. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze spullen bestellen, onder andere bij de Blokker. En bij mij ook bij de Blokker. We stonden eergisteren maar met 10 man of zo in plaats van 17. En dan zijn we verantwoordelijk voor heel Nederland, zeg maar. En nou, gisteren ook, en daar valt niet meer tegen op te werken. We hoeven ook niet langer door te werken of het af te maken. Dat kan gewoon niet. En voor mij hebben ze de website veranderd naar, in plaats van binnen 1 dag bezorgd naar 2 dagen of zo. Want ja, het is compleet gestoord gewoon. Van rustig naar dit, weet je. Dus, ja. En mensen, en even een slokje koffie. Nogmaals, laat je nou niet bang maken mensen. Echt, iedereen die schreeuwt vrijwillig om een lockdown van dit land. Ik ben potverdorie blij dat ik nog naar buiten kan, dat ik boodschappen kan doen. En dat ik straks gewoon lekker naar mijn werk kan. In plaats van dat ik heel de dag verplicht word om alleen maar thuis te zitten. Mensen, dat klopt iets niet aan dit verhaal, serieus niet. En als je niet bang bent om bij mij in de buurt te komen, nou doe je ding. Of doe je ding niet, zou ik beter zeggen. Maar ik laat me niet gek maken mensen. Ik ga gewoon lekker naar buiten, ik ga naar de winkel. Ik ga straks werken en ik bekijk dit allemaal even zo van een afstandje. Ik denk, mensen, doe toch normaal. Serieus. En ik hoop dat ik ongelijk heb om mensen. En als ik ongelijk krijg, dat het wel allemaal verschrikkelijk erg is allemaal. Dan ben ik de eerste om daar mijn excuses voor aan te bieden. Maar mensen, kom op zeg. Echt serieus. En dan valt me, en wat me dan nog het meeste tegenvalt, is dat Thierry Baudet en Geert Wilders, ik dacht, die staan erboven en die gaan het nuanceren en uitzoeken. Maar nee, die staan vooraan te schreeuwen om een lockdown. Hiero. Dus Geert en Thierry, als jullie kijken, doe even normaal. Hiss niet iedereen op. En ik ben sowieso blij dat de regering niet het hele land op slot heeft gegooid. Ja, het zit er niet ver vandaan natuurlijk. Maar jongens, mensen. En dan zijn ze in Engeland nog gewoon nuchter. Daar kun je gewoon nog wel lekker naar buiten en naar de bioscoop en naar een restaurant. Jeetje, man. En misschien denken jullie dat ik gek ben. Nou, het boeit me niet. Ik denk er zo over. En ik ga heus geen rare dingen doen, hoor. Of bejaardenhuizen inlopen en de boel onderniezen, weet ik veel. Tuurlijk niet. En er is een virus, een griep. Iets meer dan de griep.
Er sterven mensen aan van boven de 80 en mensen met een zwak immuunsysteem. Ja, er worden ook jongere mensen getroffen. Ik bedoel, door de griep wordt ook iedereen getroffen. En daar gaan trouwens wereldwijd, statistisch gezien, veel meer mensen aan dood. Maar mensen, er is iets raars met dit verhaal. Het klopt niet gewoon. Het klopt niet. Serieus, nogmaals, 600 doden op een bevolking van 46 miljoen en we pleuren een land dicht. 175 doden op een bevolking van 67 miljoen en ze pleuren een heel land in lockdown. In Frankrijk worden boetes uitgedeeld van meer dan 100 euro. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd net. Maar goed mensen, ik ben bezig met een nieuwe aflevering van Kanaal Oranje. Dat gaat over een virus wat rondwaart en daarin ga ik proberen om het een beetje te nuanceren. Want ik vind het echt bizar dat iedereen massaal in een kramp is geschoten. Iedereen maakt elkaar bang. En tuurlijk mensen, en ik wil ook niemand kwetsen, weet je wel. Als er mensen thuis zitten met het coronavirus, heel veel sterkte. Blijf een week binnen. En net als dat je met een normale griep doet, ga niet bij anderen langs. Dat doe je ook niet met een normale griep. Maar er is hier iets fucking bizars aan de hand, mensen. En ik ga nu stoppen met deze video, want ik ga mijn koffie opdrinken en ik heb nog meer te doen. Nou mensen, ik ga zo meteen lekker naar buiten. Was wellicht nog even langs de winkel. En zo meteen met mijn collega's... Voor jullie al die klerenzooi inpakken die nu massaal besteld wordt, omdat niemand naar de blokken zelf durft, naar de winkel. Dus, nou mensen, en als je wil reageren onder deze video, graag, maar hou het netjes, ga niet lopen schelden van een mogol, dit en dat. Dat geldt voor YouTube en voor Facebook. Ik probeer hier gewoon heel nuchter over na te denken. En ik ben heel benieuwd of er nog meer mensen zijn die er ook zo over denken. Dit is complete waanzin, mensen. Het lijkt verdorie wel of er oorlog is of een zombie-holocaust, weet ik veel wat. Nou mensen, cheers. De nieuwe Kanaal Oranje komt hopelijk maandag online. Doei!